projectkatapult. Het is een samenwerkingsverband. Wat is de bedoeling? Wij willen ondernemers in Ede Centrum, starters willen een bedrijf beginnen en huurbazen, eigenaren van panden, willen graag een pand verhuren. Die gegevens bij elkaar gestopt, dat is een samenwerkingsverband geworden op initiatief van Ede Centrum, daar zijn we heel trots op. Daar gaan wij de starters mee begeleiden. We gaan ze zoeken, we gaan ze beoordelen op een serieus ondernemersplan. Zodra we die gevonden hebben, gaan we met een eigenaar zoeken naar het beschikbare pand. De eigenaar die geeft een reductie op de huur voor het eerste jaar. De gemeente en Kamer van Koophandel bieden het begeleidingstraject Ik Start Smart aan. Dat wil zeggen dat als je niet kunt boekhouden, kun je dat leren om van het eerste jaar een goed jaar te maken. Daar begint natuurlijk bij de consument. Die heeft belang bij een bruisend centrum, dat het aantrekkelijk is. Daar horen leuke winkels bij, daar horen ook starters bij. Nou, wij als pandeigenaren kunnen daar een bijdrage aan leveren door zij een geregisseerde huur of een huurvrije periode. En hopen dat natuurlijk een langdurige relatie wordt tussen huurder en verhuurder. En wij begeleiden ondernemers, startende ondernemers. Om een zaak succesvol te maken. Vaak is de ondernemer heel goed in zijn eigen activiteit, maar ze hebben altijd ook aandachtspunten. Bijvoorbeeld administratie, invullen van papieren voor de Belastingdienst. Nou, ook zeker belangrijk om een goede ondernemer te worden. En juist in die aspecten begeleiden wij de ondernemers. Bewezen is gewoon dat starters, een goed begeleide starters met een goed ondernemerspad, veel meer kans maken dan starters die op de bollen voorbereiden.